Schoolvoetbaltoernooi gemeente Epe weer van start. Organisatie krijgt waardering voor het vele werk en wint de Joop Post vrijwilligersprijs. Hedo de Vries, secretaris van de schoolvoetbalcommissie in de gemeente Epe en dit jaar de winnaar van de Joop Postprijs. Hedo, wat houdt de Joop Postprijs precies in? De Joop Postprijs is een prijs die door de gemeente Epe wordt beschikbaar gesteld aan een vrijwilligers of een organisatie van vrijwilligers die dingen organiseren met een breed maatschappelijk draagvlak. We zijn dan ook heel erg blij dat we als organisatie van het schoolvoetbal deze prijs in ontvangst hebben mogen nemen. Dat kan ik me voorstellen. Het is toch een beetje een erkenning van het werk wat jullie al vele jaren doen. Want ik heb begrepen, 13 jaar geleden hebben jullie het toernooi als zodanig overgenomen, althans de organisatie daarvan, van de gemeente Epe. Hoe is dat ontstaan, Hille? Ja, de gemeente die trok zich terug uit het schoolvoetbal en die hebben de voetbalverenigingen aangeschreven en de scholen aangeschreven om te gaan kijken van of er een soort samenwerking kon ontstaan die de organisatie van de gemeente over kon nemen. Een aantal voetbalverenigingen die hebben toen de bal opgepakt, zeg maar, en die zijn gestart met de organisatie van het schoolvoetbal zoals we het nu kennen. Eerst waren er 5 verenigingen, nu doen alle 8 verenigingen uit de gemeente Epe doen mee. En inmiddels zijn we met de 13e jaargang bezig, Jan. En wat heel bijzonder is, dat is dat eigenlijk alle leeftijdsgroepen met deze toernooien meedoen. Ja, alle teams kunnen meedoen, van groep 1 tot en met groep 8. En daar ook nog verschillende gradaties, meisjesteams, gemengde teams, elftallen, zevental. Hartstikke leuk. En er is veel aandacht, veel enthousiasme voor de toernooien. Waar halen jullie de centen vandaan? Want uiteindelijk, alles wat je organiseert kost geld. Zijn daar sponsoren voor? We hebben al 13 jaar hebben we de hoofdsponsor autoschadebedrijf Gerard de Wilde. Die ons uitstekend bijstaat. Rabobank hebben we ook als sponsor. En we hadden in de beginjaren hadden we subsidie van de gemeente Epe. En gelukkig hebben we dit jaar en voor volgend jaar hebben we weer een subsidie beschikbaar gesteld waarmee we zeg maar, de onkosten kunnen dekken. En allemaal vrijwilligers. Er zijn geen professionele mensen bij betrokken. Het zijn allemaal vrijwilligers van de club. Hebben jullie elk jaar weer voldoende mensen? Ja, het wordt wel lastiger. Zeker ook qua scheidsrechters. Daarbij doen we toch wel eens beroep op leerlingen van scholen in Epe, bij de grote toernooien. Maar over het algemeen mensen die meehelpen aan de schoolvoetbaltoernooien, die helpen elk jaar daarna ook mee. Het is toch een gezellige gebeurtenis en kost eigenlijk niet zoveel moeite om daarvoor mensen beschikbaar te krijgen. Alleen ja, goed, ook wij hebben te maken met ouder wordende vrijwilligers. Langere werkdagen en minder vrije tijd. Dus links en rechts hebben we nog wel eens een aandachtspuntje. Maar goed, er zijn altijd dingen die verbeterd kunnen worden. EHBO hebben jullie ook als vrijwilligersorganisatie ieder jaar beschikbaar? Ja, klopt. Wij doen een beroep op de EHBO uit Epe en Emstfase. En we hebben bij elk toernooi hebben we EHBO beschikbaar. Hedo, en die Joop Postprijs, geeft dat nog een bepaalde stimulans binnen de clubs of binnen vrijwilligers dat jullie aanmelding krijgen van mensen? Voor mijzelf, hè, als ik even over mezelf praat, ik zat in Nieuw-Zeeland toen ik het hoorde. En ik was heel positief verrast over dat wij als schoolvoetbalorganisatie waren gekozen. Dus maar voor mijzelf was het wel een stuk waardering die we kregen als organisatie. Maar waarom zou je het niet verwacht hebben? Ik bedoel, jullie doen toch verricht heel goed werk. Ik weet dat de pak een beet 1500 leerlingen uit de gemeente Epe met het toernooi meedoen. Ik geloof dat we ongeveer 3000 kinderen op de basisscholen hebben. Dus dat is 50%. Dat is toch een prachtig resultaat. Ja, dat is het zeker. Ik weet niet of de aantallen kloppen, joh, maar het aantal deelnemers, je ziet wel dat de scholen wat kleiner worden. Maar we hebben nog steeds heel veel deelname en daar zijn we ook hartstikke blij mee. En we doen het ook met z'n allen nog steeds met heel veel plezier. Wanneer gaan jullie weer beginnen?
De eerste toernooien staan voor 5 april, woensdag 5 april gepland. De A-pool die start bij VV Emst en de B-pool die start bij Vios in Vaassen. Welke school zijn jullie? MWS. Nieuwe wisselschool. Ja. De nieuwe wisselschool uit Epen? Ja. En hoe gaat het tot nu toe? Goed, heel goed. Ja, maar wat is goed? Is dat 3 wedstrijden verloren? We gaan goed door. 3 wedstrijden gewonnen en 2 gelijk. Nee, 2 gelijk gespeeld en 2 gewonnen. Tegen wie heb je gelijk gespeeld? Mozaïek. En dat 2 keer gelijk gespeeld tegen Mozaïek? Ja. En dat betekent dat jullie in die finale staan tegen Mozaïek? Nee, tegen Hoogweert. Tegen de Hoogweert. Die doet het elk jaar heel goed, of niet? Ja, dat doet altijd goed. Nieuwe wisselschool niet, hè? Doet het niet zo goed, toch? Niet elk jaar. Niet elk jaar. Nu wel? Ik hoop het van wel. Ik hoop wel gaan winnen. Ik zie het aan jullie. Ja. Mijn naam is Gerren Konijnenberg. Ik ben lid van de voetbalvereniging Oene. Ik zit namens Oene dus in de schoolvoetbalcommissie. Sinds 1 jaar nu, als vervanger van Gert Willems, die het 10 jaar voor mij heeft gedaan. Binnen de VV Oene ben ik werkzaam als wedstrijdsecretaris, senioren en dames. Ik zit daarvoor ook als hoofd wedstrijdzaken in het bestuur. Oenof is met 650 leden een redelijk grote vereniging binnen onze regio, gemeente Epen. Ondanks dat het een klein dorp is. De club bestaat 70 jaar dit jaar en kan altijd nog meer leden gebruiken. Dus voel je je geroepen, wees welkom bij Oene. Mijn naam is Desmond Meijer. Ik ga op voor mijn 5e schoolvoetbaltoernooi. 6 jaar geleden begonnen. De organisator vanuit SV Vaassen was toen Henk de Weert, organisator van het eerste uur. Ik heb dat overgenomen van hem. En dit wordt mijn 5e toernooi. We gaan dit jaar op voor de meiden van groep 5 en 6. Ik ben Stefan Ruijer. Ik help met de organisatie van het schoolvoetbal in de gemeente Epen. Pak daar echt op de club voor EZC. Dat toernooi organiseer ik ook samen met nog een aantal andere mensen. Met name organiseer ik de G-pool. Dat zijn de kleine kinderen, groep 1 en 2. Puur om te kijken of zij kunnen voetballen, of ze willen voetballen. Om ze een beetje het voetbal bij te brengen. Dat is eigenlijk waar ik me mee bezig hou. Ja, ik ben Marcel van Schoonhoven. Namens de schoolvoetbalcommissie vertegenwoordig ik SV Epen. Verder ben ik scheidsrechter bij de vereniging. Ik ben wedstrijdsecretaris. Nou, mijn naam is Gert Buitenhuis en ik zit namens de voetbalvereniging Emst in de schoolvoetbalcommissie. Ik ben ook een van de mensen van het eerste uur. Ik ben de opvolger van Wijlen Gerard Berkhoff. Een van de mensen die in het begin de gedachte tentoon hebben gespreid om een groot schoolvoetbaltoernooi op te richten toen de gemeente dat niet meer kon doen. Ik doe het dus al vanaf het begin. Namens de voetbalvereniging Emst. Ik heb niet een directe taak in het bestuur. Ik heb wel altijd in het jeugdbestuur gezeten. Maar ik doe dit omdat ik dat ontzettend graag of een heel leuk werk vind. En ik dit ook een goed hart toedraag. Ik ben Pieter van Huffelen van de voetbalvereniging SV Wissel. Ik zit al circa 10 jaar in de schoolvoetbalcommissie. Een commissie met alle verenigingen die het in belang hebben om de kinderen aan het voetballen te krijgen. En daarom houden we deze middagen. Ik ben actief bij de club SV Wissel al vele jaren. Ik heb diverse functies daar en ik doe dat met heel veel plezier. En allemaal met het doel om de kinderen achter de PlayStation weg te krijgen en dat ze het bewegen. Ik ben Jan van Bussel. Ik ben samen met Laurens Betting lid van de schoolvoetbalcommissie. Wij doen het al een groot aantal jaren. Namens KCVL uiteindelijk, want KCVL is onze club. Wij hebben daar een man of 40 ter beschikking jaarlijks die ons helpen met allerlei vrijwilligersfuncties. In de zin van scheidsrechter, opbouwen van de eventuele tent, het uitzetten van de velden. En mensen die ook voor een hapje en een natje zorgen. En op die manier proberen wij als vereniging ook de jeugd te laten zien dat wij een vereniging zijn die de jeugd hoog in het vaandel heeft staan. Blijf staan!
Tweede paal dekt. Na een hele middag schoolvoetballen stonden de Hoge Weertschool en de Nieuwe Wisselse School in de finale tegenover elkaar, die uiteindelijk met 3-0 werd gewonnen door de Hoge Weertschool. De winnaar van het schoolvoetbaltoernooi 2017. De Hoge Weertschool. Ja. Voor het hoeveelste jaar is dit al, jongens? Heel vaak. Honderdste. Nee. Heel vaak. Heel vaak, hè? Ja. En het ging vandaag ook weer vrij makkelijk, of niet? Ja. 3-0. En zoals ik al zei, kan er maar één de winnaar zijn. Een nieuwe wisselbeker. En dan blijven de mannen en dames van de Hoge Weertschool.